Advocaat van Jos de G. wil dat zijn cliënt wordt vrijgesproken van de moord en verkrachting van de Eindhovense Nicole van den Hurk. Volgens hem is er onvoldoende bewijs in de zaak. Dat heeft hij vanmorgen gezegd tijdens de pro forma zitting. Volgens de advocaat van de verdachte is niet met zekerheid te zeggen dat de DNA-sporen die op het lichaam van Nicole werden gevonden. alleen van Jos de G. afkomstig zijn. Volgens hem wijzen ze ook naar het toenmalige vriendje van Nicole van den Hurk en nog naar een onbekende derde persoon. Nicole van den Hurk overleed in 1995. Ze werd gevonden bij de bossen in Lierop. De politie constateerde dat ze was verkracht en vermoord. Begin dit jaar werd Jos de G uit Helmond na een DNA match opgepakt voor de moord en verkrachting van Nicole van den Hurk.